Ja, Luciano, hoe ben je een beetje geland hier? Gewoon hoe ik ben opgevangen. Ja, ja, wel goed, leuk team. Een paar trainingen achter de rug nu, dus warme club. Een weerzien voor jou met hoofdtrainer Ron Jans. Sterker nog, ja, je kunt denk ik wel zeggen dat jij destijds als speler je doorbraak onder hem hebt beleefd. Zie je dat zelf ook zo? Ja, zeker. Ik denk dat ik mijn mooiste jaren toch wel onder Ron Jans heb. En ik denk dat hij me gewoon begrijpt. Maar ook hier moet ik me laten zien en knokken. En krijg ik de vertrouwen. Dus het ligt aan mij. Ja. Ja, uiteindelijk doe je dat natuurlijk zelf als speler. Maar ja. Heeft hij op een bepaalde manier aandeel daarin gehad, destijds bij Heerenveen, dat jij je zo hebt ontplooid daar? Ja, denk ik het zeker wel. Vooral hoe ik moet lopen, hoe ik gebruik van mijn snelheid moet maken en hoe mijn rendement omhoog moest, heeft hij wel een groot aandeel in gehad. Ja. In hoeverre heeft het dan ook meegespeeld in jouw keuze om nu naar FC Twente te gaan, dat hij hier de trainer is? Los van dat hij ook de trainer is, vond ik Twente altijd al een mooie club. Ook sinds ik bij Heerenveen speelde. Ik speel altijd goed voetbal. Dus dat trok me wel. En natuurlijk dat je de trainer ook kent, is natuurlijk ook een pluspuntje. Ja. Zie je al een beetje, het is dan even geleden dat jullie samen hebben gewerkt. En je bent hier nu natuurlijk nog niet zo heel lang. Maar nee. Zie je al een beetje de Ron Jans van toen terug? Of is hij ook wel veranderd als trainer? Nee, hij is nog steeds hetzelfde. Nog steeds met zijn grapjes. En wanneer hij streng moet zijn, is hij streng. Geeft zijn spelers vertrouwen, wat ik al heb gezien. Dus hij is nog wel steeds hetzelfde. Hij is niet veranderd. Ja. Vorige week, toen het net officieel rond was, toen vertelde hij hier van... Ja, ook Quincy Menig, die had jouw naam zo een paar keer casually gedropt. Van, die Narsing, die wil misschien wel. Ja. Heb jij daar een aandeel in gehad dat hij dat moest zeggen? Of heeft hij dat achter jouw rug omgedaan? Nee, Quincy appt hem al en we spraken al. En hij zei dat het wel wat voor mij zou zijn om hier te mogen voetballen en met... De manier hoe FC Twente voetbal speelt. Dus we hadden altijd wel leuk contact. Ja. Had hij daar zelf ook belang bij? Want ik denk dat jullie elkaar kennen uit Amsterdam. Ja, ja, daar zeker ook wel belang bij. En eigenlijk had hij het ook tegen de trainer gezegd. En de trainer moest daarom lachen. Omdat de trainer mij ook al het aangeboden. Dus dat is wel mooi. Ja. Ik denk dat iedereen wel kan begrijpen waarom het voor jou van belang was om je te laten verhuren. Want jij wilt natuurlijk aan het spelen toekomen. Ja. Ja, want hoe sta jij erin? Jouw contract loopt natuurlijk na dit jaar af volgens mij bij Feyenoord. Ja, klopt. Ja, kijk jij ook al verder? Want daar kan dan dit half jaar misschien wel heel belangrijk voor zijn. Ja, zeker. Op dit moment kijk ik eigenlijk nog niet zo ver. En denk ik gewoon weer aan het plezier terugvinden, minuten maken. En als het goed loopt, dan wie weet hoe het loopt. Je was er vorige week nog maar net, dus je moest het in ieder geval die eerste wedstrijd doen met een invalbeurt. Klopt. Weet je al iets over de wedstrijd van morgen? Het ligt aan de trainer. Ik heb hem aangegeven dat ik fit ben, dus hopelijk kan ik starten. Ja, jullie weten de opstelling natuurlijk al wel, maar jij hebt in ieder geval duidelijk gemaakt dat het aan jou ligt. Kun jij wel vanaf het begin staan? Ja, zeker. Ik weet nog niet of ik de 90 minuten voor kan maken. Maar ik ben voetballer en als ik mocht starten, zou ik alles geven dat het pijpje leeg is. Iedereen gaat zich natuurlijk wel afvragen van, wat kan hij hier brengen? Omdat je bent misschien een klein beetje uit iedereen zicht geraakt, doordat je wat minder hebt gespeeld. Ja. Ja, kun jij zelf die vraag ook beantwoorden? Moet nog blijken. Ik voel me fit. Ik heb bij Feyenoord gewoon hard getraind. En ik wil me graag laten zien. En ik probeer... Probeer het zo goed mogelijk te laten uitzien. Ja, daarover zei Jans vorige week ook. Ja, hij had natuurlijk ook niet de minste voor zich bij Feyenoord. Klopt. Ja, dat is dan misschien ook de pech dat Berghuis voor je zit die het gewoon heel goed doet. Ja, zeker. Is dat dan ook de hoofdreden? Of zijn er ook andere dingen dat jij ook wel denkt, waarom is het daarin niet zo uitgekomen? Ik denk dat het wel de hoofdreden was. De trainer wou mij niet op links zetten. En dan weet je dat het een moeilijk verhaal wordt als je maatje... Tevens een goede vriend van mij, Berghuis op rechts heb. Die is gewoon international, die is aanvoerder. Die doet het gewoon heel goed. Dus ben ik ook gewoon eerlijk in om dan te kijken dat het voor mij beter is om maar verhuurd te worden. Ja. Hij zei overigens ook, de trainer, want toen vroeg ik wat voor jongen is het. Hij zei, het zijn een rustige jongen, klopt dat? Ja, ik vind mezelf wel. Ik ben geen drukke jongen. Oké. En hij zei ook, ondanks de leeftijd, het is niet per se een leider in het veld. Maar hij heeft natuurlijk wel ervaring, klopt dat ook? Ja. Ik hoef niet graag op de voorgrond te treden en... Of dat ik van het coachen ben, maar ik probeer gewoon mijn steentje bij te dragen. En hopelijk kan dat door goed voetbal te laten zien. Misschien morgen wel vanaf het begin. Ik hoop het.